We leven in een ingewikkelde samenleving. En die samenleving wordt alleen maar ingewikkelder. Om de goede informatie te krijgen die we nodig hebben om te kunnen leven in deze samenleving, is het niet eenvoudig. En als je al die informatie krijgt, dan moet je zorgen dat je daar de juiste selectie in maakt. Informatie is macht geworden, dat weten we. Gelukkig is er een openbare instelling in Nederland die overal vestigingen heeft en die betrouwbare informatie kan leveren in een veilige en vrije omgeving. Dat zijn de 1000 openbare bibliotheken die Nederland rijk is. De bibliotheek informeert. In de breedte met miljoenen boeken en in de diepte door informatie helder en overzichtelijk te presenteren en in een context te plaatsen. Vrije informatie is voor de bibliotheek een hoofddoel. Want zonder informatie kun je niet meedenken en niet meedoen. Bibliotheken brengen Nederland sociaal en cultureel in kaart met het digitale programma Gids. Bezoekers kunnen via 400 digitale loketten overal in Nederland naar actuele informatie zoeken op allerlei websites en databases. De media zijn niet meer weg te denken uit ons bestaan. Om niet te verdwalen in een medialandschap dat continu verandert, moet je mediawijs worden. Bijvoorbeeld door zelf een mediaproductie te maken. Wie beeldtaal heeft leren lezen, mediaproducten kan maken, veilig kan internetten en snapt hoe media werken, zit niet aan de kant, maar speelt actief mee. De bibliotheek helpt met faciliteiten, internetcursussen en mediacoaches. In de bibliotheek en op school. Een derde voorbeeld van de manier waarop de bibliotheken werken aan een optimale informatievoorziening is de collectie Nederland. Daarmee krijgt de klant digitaal toegang tot alle bibliotheken van Nederland. Kortom, er gebeurt van alles in de bibliotheek. En rondom de bibliotheek. Want de bibliotheken werken intensief samen met tal van culturele en maatschappelijke instellingen en met de overheid. Toch maken we nog lang niet gebruik van alle mogelijkheden die de openbare bibliotheek ons biedt om te lezen, om te blijven leren en om goed geïnformeerd te zijn. Dat is nodig om in een ingewikkelde samenleving mee te kunnen doen. En daarom is de bibliotheek zo'n centrale en belangrijke culturele instelling. De bibliotheken beschikken over veel deskundigheid op het terrein van leesbevordering, volwassenen-educatie, participatie, inburgering en mediawijsheid. Zit u in de gemeenteraad? Nodig dan uw bibliotheek eens uit als het over participatie gaat. Daar wordt u wijzer van. Wedden? Wij wedden toch niet met z'n allen naar de verbomming.